Dus ja, nu kan mijn lieftallige man lekker eerst een deel uitslapen. Tot een uur of 11 of zo, 12. Een hele goede middag. Het is alweer zaterdag 16 mei. Het is net 11 over 12 geweest. Ja, mijn naam is Karin Stamel van de Werf. Mijn man is Roderick Stamel van de Werf. En ik ben dus nu lekker aan het lopen met mijn grote meid. Ja, met mijn grote meid. Ga je mee? Ja, want die wordt zometeen weer gezellig opgehaald door de buurvrouw. En we wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier. Eventjes een quality time. Ja! Yeah. Eventjes gezellige quality time. Ja! Yeah. Even gezellige quality time. Mag papa lekker maandag jullie lekker doen. Ja! Ja! Yeah. Yeah. Lekker puh. Zo, plezier doen. Ja, dat moet ook gebeuren, schat. Ja. Ja, oh mensen, wat ben ik blij. Echt waar, ik ben echt zo blij. Roderick en mijn man dus, vanzelfsprekend, die had vorige week ochtenddiensten. Nou, is ochtenddiensten eigenlijk niet zo erg, want dan heb je nog wat aan je dag. Maar Roderick kan totaal niet tegen vroeg opstaan. Totaal gewoon niet. Nee. Want hij moest al om een uurtje of even kijken. Kwart over half vijf of zo opstaan. Want hij moest om half zes op zijn werk zijn. Handig. Tot en met 3 uur 's middags. Nou, hij kwam gewoon voor op thuis. Dat hebben jullie al kunnen zien in de vlog. Maar ik ben daarin tegen. Brutaal 1. Ik ga gewoon de planning een mail sturen. Van joh, hey luister. Hij trekt het gewoon niet. En als je ook de gezinssituatie wil behouden op een leuke manier. Zou ik toch maar eventjes wat aan je planning gaan doen. Nou, dus ik heb het een mail gestuurd. En Roderick die zei van ja, maar ik heb al een mail gestuurd. Ik zei nou lieve schat, ik weet het niet. Maar die mail heb ik niet gezien. Want anders had ik het ook niet gestuurd. Nou, die zijn mail is dus in de draft blijven hangen. Erg handig. Dus ja, maar dat maakt niet uit verder. Maar ja, dus hij heeft dus nu een hele andere leuke dienst van 2 uur 's middags tot en met 11 uur 's avonds. Ja, precies. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dus ja, nu kan mijn lieftallige man lekker eerst een deel uitslapen. Tot een uur of 11 of zo, 12. En dan vanaf daar dus lekker gaan werken. Dus ja, dan hoop ik dat ik een vrouwelijkere man weer in huis krijg. S'avonds om eventjes van, joe, ik ben weer thuis. Dus even kijken hoe dat hem bevalt. S'avonds werken de hele week, ja. Dus en hij wou ook dan nog... om het weekend waarschijnlijk gaat hij ook dan nog werken. En dan ook nog af en toe op zijn andere oude werkplek waar hij altijd eerst werkte. Dus ja, dus we gaan het meemaken hoe hij dus mag gaan, gaan werken. Hoe die in wordt gepland. Dus eerst nog even deze week vanaf maandag tot en met een vrijdag van 2 tot 11 werken. Dus jullie zullen me ook weer weinig zien. Of in de ochtend, dat weet ik nog niet. Want ik moet om 11 uur weg. Oh, daar is een bushalte. Ja, handig. Opstopping. Hebben ze daar dus een bushalte gemaakt? Dan moeten ze allemaal hier gaan wachten. Ja, dat is handig. Ik weet niet of je het ziet. Wacht even, ik ga even stilstaan. Bij die boom hier. En waar die auto nu gaat passeren, deze. Daar hebben ze een bushalte gemaakt. Ja, lekker handig. Ja, ja. Oké. Zijn hier lekker bezig.
Ik ben nog steeds even lekker aan het lopen en ze wordt rond een uurtje of half één uur opgehaald. En het is nu, mag ik niet liegen naar jullie. Nee, lijkt me ook niet handig. Het is nu zo laat. Dus, nou, nog even. Hé? Ja? Word je alweer opgehaald, meisje? Ja, ben ik weer even twee uurtjes, drie uurtjes kwijt. Hij wil lekker een groot stuk lopen. Ja, krijg je aandacht. Of je nooit aandacht krijgt, maar oké, hè? Jij en meisje. Ben je lekker moe straks? Ja, ga mee dan. Hé, ga mee. Nou ja, ik was hier gezellig in de ban. Ja, in de verkeerde ban. Ja, zal ik het zo zeggen. Ja, even je ogen schoonmaken, vind. Ja. Nee, ik was eventjes ter veronderstelling dat Lady dus vandaag op de zaterdag zou worden opgehaald. Mis, poes, appelmoes. Lady wordt dus ook morgen op de zondag opgehaald. Nou, ook goed toch? Ja, best. Ik vind je erg. Nee, hi. Kerel, je zit er. Hé, mijn camera. Waar is de kerel? Wat ga je allemaal doen dan? Wil je verstoppertje spelen? Nou, kom dan. Wat ben je allemaal aan het doen dan? Vriend. Dat is een camera. Ja. Hé, hey, lief, kom dan. Kom eens kijken. Licht zit, staat dit lekker? Zeker wel. Hij staat er met zijn achterpoten. Hè? Nee, hij staat met en met zijn achterkant. Dit heb jij nog nooit zo gedaan bij mij. Nou, Jan, moet eens kijken hoe die is veranderd. Zo lief. En was het tegen Jan dan? Hij ging wel altijd wel naar Jan, maar hij was nooit zo knuffelig.
En kattenvlogs, en die doen het goed, hè? Die dierenvlogs, hè? Dat weet je, hè, Speed? En ik kom onder de haren te zitten, hè? Dat weet je, hè, vriend? Ja, je gaat steeds verder. Deze, kom. Zie eruit. Je verhaat, vriend. Ja, je verhaat. Nee, kom. Ik wil jou namelijk op de vlog hebben. Vind ik leuker. Tijgertje, hè? Ik had je beter tijger kunnen noemen, hè, Bolly? Ja. Ik ben al 6 minuten bezig met hem. Dit is een record. Nou ja, iets minder dan 6 minuten, maar... Niet wil zeggen, maar nee, die staat daar gewoon, hoor. Maar mijn broek die wat vies vent. Ja. Alleen maar door jou. Ja, leuk niet. Leuk niet. Nee hoor, grapje. Je moest mijn gezicht zien. Je wist niet wie ooit dat heen, maar oké. Maakt niet uit. Zo, pas even knuffelen met Speedy. Hey. Ga je echt serieus weg lopen? Ja, oké, best. Nee, je bent mooi. Zo dichtbij kon ik nooit komen bij jou. Was je al gelijk al weg? Als ik dat deed. Ja. Was je gelijk al weg? Hey kind. Hey kerel. Het is niet erg. Nee. Kiekeboe. Ja, wat? Ja, nou, kom dan. Zal ik die even lekker dicht doen? Wat gaan we doen dan? Vriend. Wat gaan we doen dan? Oh, je wil hier wezen. Mrauw. Hi. Nee. Deurtjes open, ja.
is zo goed. Het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Oh, jij wil weer zeker naar je zoons doen, hoor. Dat mag. Oh, en nou ben je in één keer weg. Ja, ja. Maar ik heb wel een mooie foto van je. Haha. Jammer, joh. Kom maar. Kom maar naar je zoons toe. Kom maar. Mag. Speedo. Dat is wat je wil. Kom maar. Kom maar. Speed. Speedy. Kom. En twee. Ja, kom dan. Meneer, kom. Speedy. 1, 2. Kom. Nee, jij niet. Nee, jij niet. Speedy, kom. Speedy, kom. Kom maar. Nee, nou kom dan. Ja, je wilt erbij, dat weet ik. Kom dan. Jij niet. Speedy, kom. Kom maar. Nou kom. Mam, kom dan. Speedy, kom. Jij niet. Speedy, kom. Speedy, kom. Kom dan. Speedo. Wat is er dan? Jullie worden nog beste maatjes, geloof mij nou. Zo, kuilen maken? Nee, graven maken. Dat is handig. Wat is er dan? Wat is er dan? Speedy. Speedo. Oh, en je bent gelijk in de stofzuiger. Ja, oké, okay, handig. Jongens. Kijk, dit is oud. Dit is leuk. Kevertje. Hij is wel leuk. Is een leuk dingetje. Ja, met een garageruimte in de voorzijde. Ja, hij is leuk. Hij is grappig. Geweldig. Nou, ik zal weer even een raampje dicht doen, want anders horen jullie me niet. Nee. Ja, ja, laat hij hem open. Ja, precies. Nou, we zijn dus eventjes net bij een hele leuke winkel geweest. En dat kan ik al wel nu gewoon zeggen. Dat is bij de Welkoop. Ja. Vlak bij André Hazes. Ja. Vlak bij André. Ja, dat is leuk. André H7 eigenlijk, hè? Huh? André H7, toch? H7? Ja, de opvolger van André H6. Ach, man. Schij uit. En je hebt opa Hoed. Ja, zo en zo noemt junior hem. Ja, André H8. Wacht, hou op, man. Schij uit. Die spoort niet, hoor. Echt niet. Nee. Mijn gezicht die ziet er wel heel egaal uit, maar dat is het niet. Nee. Nee, maar wat ik wou zeggen, we zijn dus bij de Welkoop geweest. Ja, dus vlakbij André. Ja, André Hazes. Ja, en de zoon van senior en de papa van junior. Ja, handig. Dus, een heli in de lucht, handig. Ja, een heli in de lucht. Even een politie. Scheelt weer, dat zie ik. Nee, maar ja, dat is gewoon even grappig. En ze waren blij om ons te zien. En ook vooral hem. Hij, hem, haar. Scheelt weer. En met mij ook. Want ja, hij heeft daar gewerkt. Als ons deurbeleid. Portier. Scheelt weer. Portier. Ja, portier. Want je bent en blijft een portier daar geweest. Dus ja. Natuurlijk. Schoonmaker. En nou moet je... Ja! Zo!
Dat deed waarschijnlijk zeer aan je bandjes. Dat is even shocking. Ribbel, ribbel, ribbel. Dat doet zeer aan je bandjes, man, leuk. Beetje Peugeot, 308. Ja. Beetje trekhaak. Nou ja, jullie zien dat. Nou, dan weten jullie ook wel wat en wat daar heeft gelegen. En van die leuke bandjes. Zo dan! Toch met de R1. Nee! Nee! Hij reed dus voor ons en hij gaat toch de andere kant op. Ja, hij reed links van ons. Dat was een afzetting. Ik had het eigenlijk gewoon moeten filmen, gewoon echt. Dan gaat hij naar rechts, dat moet. Maar dan komt hij een afdracht tegen waar hij niet naartoe wil. Dan gaat hij toch maar meteen links. Ja, sommige mensen die kennen gewoon niet rijden. Nee. Ja, ik mis hun. Ik mis hun. Wij missen hun. Ja, wij missen hun. Tot binnenkort. Nou, mensen, het is hier druk. Al zeg ik het nu zelf. Het is hier heel druk. Donkere wolken hangen boven ons. Deze is ook nieuw trouwens, deze bord. Deze bord is nieuw. En daar staat onze auto. Daar. Hij zou maar naar beneden kletteren. Ja, maar dat gaat wel weer terug. Een parkeergarage. Piep, piep. Zo, een mooi Porsche? Nee, een Spyder. Spyder. Zo. Ik krijg wat lekkers zometeen. Dames, kom eens hier. Kom, balkon. Kom eens hier. Alvast naar balkon. Nee, wachten. Ja. Zo, dat is mijn vinger. Is die handig niet? Nee, lady. Zometeen. Ja, zitten. Zitten. Jij ook? Beauty, ga zit. Hey. Nee, zometeen. Heb jij het zoveel te vertellen dan? Dat is fijn. Blijf. 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 Ja. Hé, hey, blijf. Oh ja, maar ik ben ook ongeduldig. Oké, dames, kom. Nee, kom. Zitten. Even een beetje de ruimte in. Ga eens even naar de kant, kom. Heli. Zometeen. Jij krijgt Beauty, kijk. Lady, kijk eens hier. Beauty, ja. Yeah. Doe me gewoon even alvast op de haak, hoor. Ja. Ga ik even de auto verplaatsen? Ja, is goed. Is het lekker, meisje? Is ze lekker? Is ze goed, meisje? Is ze voor jou? Kijk, als je nou dit doet, hartstikke idee, dan kom je erbij. Ga maar liggen, meisje. Ga maar liggen. Is van jou.
Ik kom even weer een beetje naar jou toe halen, meisje. Lekker hè, zalmkoppen hè. Beauty. Lady, ga lekker aan je zalm. Hey, jullie huis is opgeschoven. En goed ook. Hey. Ja, we zijn gisteren helemaal vergeten om dus namelijk af te sluiten. Het is alweer een heel andere dag. Ja, het is vandaag alweer zondag. Maar alsnog willen wij jullie even bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk, zou ik zeggen, abonneer even. Doe dan gelijk het belletje aan, want dan ben je toch in de buurt. En laat even een leuke reactie achter. En doe het duimpje omhoog. Vergeet dat zeker niet. Hey, jongens. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot morgen maar weer. Hey, doei.